De Surinaamse politiebond moet in opdracht van de gisteren gehouden algemene ledenvergadering terug naar de onderhandelingstafel met de regering. Bondsvoorzitter Milando Atompay geeft aan dat de leden de 17% looncorrectie niet weigeren, maar dat zij nog steeds die 85% die in eerste instantie was geëist willen hebben. De leden, we hebben breedvoerig gediscussieerd. En concluderend kan ik stellen dat men heeft gezegd dat die 17% een onderdeel is van het herstelplan van de regering. Dus met name dus die 1000, die 800 en nu die 17% is onderdeel van het herstelplan. Wat er is gezegd is dat wij geen resultaat hebben met betrekking tot de onderhandelingen van de politie. En de onderhandelingen die houden in brutering van die 1800 en 85% op het gebruteerd bedrag. Weliswaar hebben we gezegd van we hoeven die 85% niet één keer te krijgen. Maar in een aantal kavels, maar voor de eerste maal, willen ze wel 25%. Dus wij moeten weer gaan onderhandelen met de regering. Dat is onze opdracht en binnen 7 dagen moeten we de ALV weer raadplegen. Dat is het resultaat. De bond zal een brief richten aan de president om ontvangen te worden om door te onderhandelen voor die 85%, meent Atombay. Daarover gaan we nu onderhandelen. Dus daarover moeten we nu een antwoord krijgen. En als men nu 70 geeft en we moeten op die 25 komen, dan rest er nog 8%. En die moeten we ook met ingang van januari krijgen. Maar de minister van Financiën gaf aan dat hij 25% niet in één keer kan betalen. Daarom gaf hij aan maart 17 en juli 8. Kijk, dat is gewoon een... Ik weet het niet hoor. Maar als de minister niet kan betalen en die mensen niet kunnen leven, moeten de mensen dan doodgaan. Begrijp je? Want wat de mensen niet krijgen, daarmee komen ze niet uit. Dus waarvoor kiezen we? En de minister heeft dat gezegd, hij heeft het niet aangetoond met cijfers, begrijpt u? Dat zijn twee verschillende zaken. De ALV is met een week verdaagd en als de bond niet met tastbare resultaten komt, zal de ALV de vervolgstappen bepalen. Aldus Atompay.